It's Sunday. Ik ben wakker. Ik had nog cinnamon broodjes over van gisteren. Want ik heb maar de helft gegeten. Dat ga ik in ieder geval ontbijten. Wat ik verder ga doen vandaag is denk ik gewoon verder inpakken. Ik weet anders niet wat of ik moet doen. Ik moet ook editen. Ik heb verder niet echt uitgepland wat of ik ga doen vandaag. Het enige wat ik uitgepland had was lekker in mijn bed liggen. En dat heb ik gedaan. Het is net 12 uur. Dus ja. En niet dat ik net pas wakker ben. Ik ben al een uur wakker. Maar ja. Boeiend, hè? Ik ga maar gauw. Want dit gaat helemaal nergens naartoe. Dus ik zie jullie straks. Het is alweer tijd om avond te eten. Om de avond op te eten. Nee, het is tijd voor avondeten. En ik heb noedels gemaakt. Ik heb weer een nieuwe soort variant gemaakt. Ik heb de nep kipstukjes in de oven gedaan met sesam en chili. Of chili, hoe noem je het? Anyways, als ik chili zeg, dan denk ik altijd aan het land. Chili niet. Maar goed, maakt niet uit. Broccoli. Eeuw, ik raak het net aan. De noedels zijn teriyaki saus. Er zit ook, hoe heet het in? Sugar snaps. Oké, moeilijk. En ik ga de bridge verder kijken. Hello guys, I am in my bed. Wow, dat kwam echt heel raar uit. Anyways, ik ben een beetje slacky geweest, want het is natuurlijk weer zondag. Ik dacht echt dat het zaterdag was. Ik dacht, oh lekker, morgen zondag. Maar nee. En toen zag ik ook nog een plaatje van Roemag met chillen zaterdag dit. Totdat je beseft dat het zondag is. En ja, yeah, it's very true. Oh kut, ik ben vergeten mijn tandenborstel op de lader te doen. Die is leeg. Maar hij moet dus 16 uur opladen. Ja, ik moet hem echt aan de lader leggen. Wacht, dat ga ik eerst even doen. Want anders dan vergeet ik het weer. Want dan ben ik zo meteen helemaal chill en moe en weet ik wat allemaal. En dan ga ik het niet meer doen. En dan heb ik geen elektrische tandenborstel morgen. Dus, be right back. Zo, ik heb hem in de lader. Dus nu ben ik morgen tandenborsteloos. Gelukkig heb ik altijd een handtandenborstel. Ik ben ondertussen gezellig met mijn moeder aan het kletsen op Facebook. Want we zijn ideetjes aan het opdoen voor mijn huis en zo. En ik ben er aan het introduceren met het leven wat ze gaat leiden. Ik zei van, ik hoop dat je zin hebt om te klussen. Of op zijn minst om te kletsen terwijl ik klus. Want ik wil een heleboel doen aan het huis. En toen ging ik eventjes kijken voor wat voor vloer ik nou eigenlijk in de gang wil. Maar daar ben ik nog steeds niet over uit. Ik bedoel, ik denk dat het mooiste is om gewoon laminaat te doen. En om dan het laminaat een beetje te matchen met de vloer in mijn woonkamer. Maar dan moet ik wel precies dezelfde soort kleur hebben. Dus ik weet het niet. Ik weet niet hoe ik mijn gang eruit wil laten zien. Ik weet wel dat ik het cozy wil hebben. En dat ik het, net als dat je in een luxe chalet of zo terechtkomt. Ik weet niet hoe ik het anders moet uitleggen. Maar zo die vibe wil ik een beetje overbrengen. Ik wil wat hexagon spiegels ophangen. En ik wil een beetje een lichtgrijze muur, denk ik. Dat is wel mooi. Een beetje net als mijn raamkozijn. Wacht, ik ga het even laten zien. Het raamkozijn is zeg maar ook een beetje lichtgrijs. Maar ik denk dat dat nog zelfs te donker is. Zoals je het op camera ziet, is het in ieder geval te donker. Het is echt zeg maar ook de muur. Of de kastjes. Nou ja, goed. In ieder geval. Kijk, Sandra, daar is je droomvanger. Ik heb hem nog steeds. Die heb ik echt super lang geleden een keer gekregen van Sandra. En het is tot nu toe nog steeds de enige droomvanger die ik heb gebruikt. Dus voel je vereerd. Nee, maar ik vind hem echt nog steeds super cool. En hij is al heel erg lang in mijn leven. En hij krijgt in mijn nieuwe huis ook een plekje, zeker weten. Maar dan ga ik ook voor mezelf een hele mooie grote droomvanger maken. Oh, ik kan echt niet wachten, jongen. Dan kan ik gewoon een hele kamer dedicaten aan mijn dromenvanger. Shit. Oh, nu heb ik nog meer zin om te verhuizen. Nou ja, om daar te wonen. En ik kan het nog steeds niet geloven hoor. Oh. Ik ga zo annoying zijn de hele tijd met me. Ik kan het niet geloven. Ik kan het niet geloven. Maar goed, morgen ga ik eventjes naar de stad met Esther. We gaan eigenlijk gewoon lekker doen wat we vorige week zouden doen.
Maar morgen heeft Esther ook een afspraak in de stad met de gemeente voor de ID. Dus vandaar dat we gewoon even samen daarvoor nog even naar de stad gaan. En dan doen we ondertussen dat even foto's maken. Dan kan ik haar even aanmoedigen, zodat ze niet zo verschrikt op een foto staat. Maar gewoon fabulous. Oh, dan moet ik ook fabulous naar de stad. Niet dat ik niet gewoon normaal als een hobo naast haar kan lopen. Maar dan voelt ze zich extra fabulous. Dus waarschijnlijk draag ik gewoon mijn jurk als het morgen warm wordt. Draag ik gewoon mijn groene jurk die aan mijn reet geroest zit. Ik bedoel, ik heb hem dan nu na de was niet meer aangehad. Maar ik had hem gewassen. En toen heb ik hem aangehad. En toen had ik weer wasdag. Toen heb ik hem weer gewassen. En nu hangt hij dan op mijn rekje. Dus nu leef ik vandaag al de hele dag in mijn andere favoriete pyjama shirt. Niet dat mijn jurk per se een pyjama is, maar het is best wel versatile in use. Ik heb ook nog steeds mijn haar niet gewassen. Het zit nog steeds met een masker in mijn haar. Maar gelukkig wordt dit masker niet hard. Dus het is gewoon nog steeds soepel. Dus fuck it, ik slaap er gewoon nog een nacht mee. Who cares, weet je? Ik heb me gewassen hoor, dus don't worry. Maar ik had gewoon geen zin in nat haar voordat ik ging slapen. Dus ik had zoiets van, weet je wat, laat maar. Laat me lekker zitten. Doe het morgen wel. Ik denk dat ik zo ben uitgekletst. Ik ga nog eventjes verder kletsen met mijn moeder. Maar dat ga ik ook niet heel lang meer doen. Want ik ben best wel moe. Dus ik ga lekkertjes. Wat de fuck is lekkertjes nou weer? Ik ga zo lekker slapen. Dus ik wens jullie alvast een hele fijne avond. Een hele fijne nacht dus. En ik zie jullie heel graag morgen. Voor een gezellig dagje uit met mijn girl. Woep woep. Slaap lekker.